Like de video met de wijsvinger van je rechterhand. Ik daag je uit. Het is een treurig moment. Ik verlaat Brookhaven. Maar niet voor altijd. Ik ga namelijk kamperen. Let's go! Oh ja, voor ik het vergeet. Kleine rondleiding. Dit is hoe de soort van caravan eruit ziet. En nu kunnen we gaan. Het leek me gewoon een leuk idee om de stad eens een keer te verlaten. En een mooi plekje op te zoeken om mijn tent op te zetten. Ik rij nu al eventjes. En ik begin Brookhaven toch al een beetje te missen. Wacht eens even, staat daar nou iemand? Momentje hoor, volgens de navigatie ben ik er bijna, maar dit huisje lijkt wel verlaten. Hallo, is er iets? Oh, nee hoor. Oh, oké, okay. Het leek even alsof je me om hulp wou vragen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon lekker aan het sporten. Oké, okay, ga je gang. Ik heb hem nog nooit eerder gezien in de stad van Brookhaven. Ik ben zo'n beetje om heel Brookhaven heen gereden, maar ik ben er eindelijk. Het is al donker en ook best wel koud. Laten we het kampvuurtje aanzetten. Ik denk dat het vanavond gaat regenen, dus ik zet mijn tentje onder de boom. Neer. En ik moet zeggen, ligt best wel lekker. Oké. Oeh. Ik heb eigenlijk best wel een beetje trek. Eens even kijken. Oh man, ik ben zo gehaast vertrokken. Ik heb helemaal geen eten meegenomen. Geen probleem. Ik bestel gewoon een pizza. Goedenavond, wat is uw bestelling? Ja, goedendag. Doe mij maar 1 pizza margarita. Oké. Ja, nee, komt eraan. Dankjewel. Dat klonk raar. Laat ik anders alvast de tent dichtritsen voordat ik... wat is dat? Oh. Pizza-bezorger is er nu al. Jij had een pizza besteld. Ja, dat klopt. Dank je wel. Wacht, ken ik jou niet ergens van? Ken je mij? Haha, nee joh. Ik heb jou nog nooit gezien. Oké. Prima, ik bedoel... Boeien. Hebben jullie dat nooit gehad? Dat je 2 keer dezelfde persoon lijkt tegen te komen? Maar dat het dan toch 2 keer iemand anders is? Ach ja, zal wel. Het wordt al laat. Misschien kan ik beter een dutje doen. Wow, dat leek van de berg te komen. Oké, wacht even. Even snel mijn zaklamp halen. Volgens mij lag hij hier. Hé, ik moet zeggen, ik ben dan wel moe. Maar een beetje avontuur kan geen kwaad. Ik had betere schoenen mee moeten nemen. Come on. Maar nu vraag ik me toch af. Waar kwam dat gegil vandaan? Wacht. Hè? Oh, er ligt daar iemand. Oh, ik moet voorzichtig zijn. Het is heel stil. Hallo? Gaat het wel? Ik ben uitgegleden. Momentje, ik help je. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Hou vol, nog een klein stukje. 3, 2, 1. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik dacht dat niemand me ging horen. Hé, rustig. Hoe ben je daar überhaupt ingevallen? Ik was aan het wandelen. En ineens... Ineens wat? Een soort wolf. Wacht, een wolf? Ik weet het niet zeker, maar ik rende gelijk die kant op. Oké, weet je? Loop maar met me mee. Een wolf. Oké, ik heb de navigatie ingesteld. Ik zal je terug naar huis brengen. Dankjewel. Ik voel me al beter. Dit kan nog wel eens een lange rit worden. Ik ben nog steeds helemaal buiten de stad. Gelukkig is dit ding best wel snel, dus het zou op zich goed moeten komen. Oh man, ik kan niet meer. Ik heb bijna heel de nacht gereden. Maar volgens mij zijn we er. Ja, hier is het. Oké, eindelijk. Oh, gelukkig. Dankjewel dat je me hebt gered. Natuurlijk, graag gedaan. Oké, zie je het zo? Het is weer dag, dus we kunnen het gewoon opnieuw proberen. En weet je wat? Ik ga gewoon weer naar dezelfde plek. Ik ken de route inmiddels. Volgens mij heb ik extreem veel geluk. Ik heb duidelijk geen benzine meer, want ik krijg dit ding bijna niet vooruit. Maar volgens mij zijn we er net aangekomen. Dus ik heb eigenlijk ook geen benzine meer nodig. Wacht eens even. Wow. Wat is hier aan de hand? Hallo, agent? Oh, wat doet hij nou? Wacht even, ik heb niks fout gedaan, toch? Oh, vertel, waarom ben je hier? Waarom ben ik hier? Ik wil kamperen. Ik ben hier gisteravond ook geweest. Waarom schrijf je dit op? Kan ik je niet vertellen. Kan je me niet vertellen? Luister, die roze tent die daar staat, die is letterlijk van mij. Die roze tent is Wacht, wat zei je? Gewoon, ik zeg dat die roze tent van mij... Wat doe je? Waarom sla je me in de boeien? Als dat jouw tent is, ben jij hier gisteravond geweest. Ja, luister, dat is wel zo. Maar ik heb niets anders gedaan dan bij het kampvuur zitten. Rustig blijven, oké. Loop maar even met me mee. Loop maar met je mee, maar... Hallo? Ik zit in de handboeien. Oké, gelukkig zijn mijn benen niet geboeid. Oh, ik snap er niks van. Luister, meneer de agent. Ik heb niets gedaan. Oh nee, verklaar dat dan. Waar heb je het over? Oh. Ik weet genoeg. Meekomen jij. Luister, ik kan je verzekeren dat... Ik heb hier niks mee te maken. Haal me uit de boeien en dan bewijs ik het. Oké, luister. Ik geef je 1 kans. Oké, dankjewel. Dat is ook... Thanks. Alles wat ik vraag. Kijk, ik heb hier mijn telefoon. Kijk, dit is een foto die ik net heb gemaakt. Kijk naar de tijd. Ik had een meisje gevonden die was gestruikeld. Ik heb haar thuis gebracht. En toen kwam ik hier omdat ik zin had om te kamperen. Ik ben hier sinds gisteren niet geweest. Laat me dat even opschrijven. Is er dan niets anders wat je hier in de buurt hebt gevonden? Bewijsmateriaal? Alleen een heleboel haar, maar ja, zal wel een kat zijn geweest. Wacht even, een heleboel haar? Dat meisje van eerder vertelde wel iets over een wolf. Luister, misschien weet ik wat er is gebeurd. Ik moet er vandoor, ik stuur een andere agent. Oké, dan. Ik denk dat ik liever niet meer in die tent slaap. Oké, hij stuurt een andere agent. Dan zal ik in de tussentijd kijken of ik mijn camper misschien nog kan voorzien van brandstof. Misschien heb ik wel wat meegenomen. Oh, de andere agent is er al. Na.
Oh, hey! Hey agent, ik heb net met je collega gesproken. Wacht eens even, herken ik jou? Ha, doe niet zo mal. Ik heb jou nog nooit gezien. Ik zal wel een beetje moe zijn. Dus jij bent hier om bewijs te verzamelen? Bewijs verzamelen? Ja. Oké, zal ik je anders helpen daarmee? Oké. Neem jij maar een kijkje op de berg, daar zo. Oké, prima. Hopelijk is er niet weer iemand uitgegleden. Ben ik de enige die... Ik weet niet. Het lijkt alsof ik vandaag elke keer dezelfde persoon tegenkom. Ik ben de hele tijd aan het zoeken, maar ik vind niks. Geen voetstappen. Het lijkt wel alsof hier al jaren niemand is geweest. En ik loop er al zo lang. Het is letterlijk volle maan. Misschien kan ik beter terug... Wat was dat? Ik vind het mooi geweest. Ik ga terug naar de agent. Ik heb niks kunnen vinden. Het is letterlijk middernacht. Sorry agent, ik heb helaas niets kunnen vinden. Ah, agent. Dude, no way! Oh, dat meisje van eerder had gelijk. Het was een wolf dat ze zag. En wacht eens even. Eerst was het een agent, toch? Volgens mij staat hij daar nog. Ja, hij staat er nog. Wacht eens even. Volgens mij weet hij niet meer waar ik ben. Oké, dat is perfect. Weet je, ik blijf hier gewoon. Ik heb namelijk altijd een extra slaapzak bij me. In de hoop dat hij me hier niet vindt. Oké, het is inmiddels even later. En ik hoor letterlijk al uren niks meer. De volle maan is al voorbij. Dus dat zou moeten betekenen dat de weerwolf er niet meer is. Toch? Oh, dit is zo fijn. Er is licht, warmte en een wc. Weet je, ik kan misschien toch beter proberen weg te rijden. Wacht eens even. Had jij pizza besteld? Het was een nachtmerrie. Ik droomde dat ik wou gaan kamperen. Er was een meisje gestruikeld. Even mijn handen was hoor. En voor ik het wist, bleek het een weerwolf te zijn. Wauw, je kunt vanaf hier perfect de volle maan zien. Ik moet zeggen, ik lust wel een bakje koffie. Wacht eens even. Eerlijk is eerlijk. Dat is een cool einde. Reageer maan voor meer spannende verhalen in Roblox. Tijd voor een ander spel. Dit is een obby waarbij het steeds lastiger wordt naarmate je meer levels haalt. Dus het begint vrij makkelijk, wordt er gezegd. Ook al moet ik zeggen, ik vind dit eigenlijk al best wel uitdagend. Maar dit is nog maar de groene kleur. En je moet je dus voorstellen dat wanneer het zometeen geel of uiteindelijk zelfs rood wordt, wordt het alleen maar lastiger. En ik vind dit soort uitdagende games, obby's, altijd wel leuk. Wacht, moet ik hier doorheen? Oh, dat was het. Nice. Ah, dat was alleen nog maar een tutorial. Dit is het echte. Oké, dus we beginnen bij grijs. Grijs, dat staat eigenlijk voor zo makkelijk. Je kan het zelfs terwijl je slaapt. Nou, we hebben de checkpoint. Ik vind het alleen een beetje irritant dat er een timer in beeld staat. Dat geeft mij het idee dat ik moet opschieten, terwijl dat volgens mij helemaal niet zo is. Maar we zijn goed bezig. Nou, dit is ook heel erg makkelijk. We hoeven eigenlijk gewoon niks anders te doen dan een beetje springen. Kijk, hier hebben we een blokje. En dat blokje kunnen we naar voren duwen, zodat we het kunnen gebruiken. Checkpoint. Oké, hier moeten we gewoon niet doorheen vallen. Eigenlijk ook niet zo lastig. Nu hebben we hier een klein beetje ijs. Ook niet echt iets waarvan ik snel naar beneden zou vallen, denk ik. Oké, daar gaan we. Springen over de laser. Dit is een soort van loopband, dus we gaan een heel stuk sneller. Reageer voor een deel 2. Abonneer voor meer en adios.